Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag deel ik weer wat ik eet op een dag richting het afvallen. En ik hoop dat ik je daarmee kan inspireren of wat ideeën kan geven of wat dan ook. Ik ga proberen, dat probeer ik elke dag, in een calorietekort te zitten, maar het is geen ijs. En dat bepaal ik zo voor mezelf, omdat als het een ijs is, als het moet, dan is er bijna geen flexibiliteit om, ja, te kijken hoe de dag verloopt. Misschien gebeuren er bepaalde dingen. Misschien stelt mijn vriend voor om te koken. En hè, dan geef ik me daaraan over en zo. Het is geen ijs, omdat als dat een ijs is, dan vind ik soms dat mijn leven iets te bekrompen wordt. Nee, niet bekrompen. Wordt het te restrictief, denk ik. Dus ik ga met de flow. Ik heb geen deadline of zo wat betreft het afvallen. Het proces moet leuk zijn. Dus ik probeer het elke dag. En we zien het wel. Het is vandaag weer. Ik heb 1 kopje koffie op. Ik vind het wel fijn om wat te eten voordat ik sport. Dus ik ga denk ik even een paar rijstwafels met pindakaas en banaan eten. Als ontbijt met een 2e kopje koffie. En dan gaan we lekker sporten samen. Tenminste, jullie gaan kijken naar hoe ik sport, denk ik. Oké, jongens, ik heb nog steeds niet gesport, dus ik laat mezelf even niet zien. Ik ben helemaal verstrengeld geraakt in werk en nu heb ik best wel veel honger. Dus echt, hierna ga ik sporten en douchen en zo. Maar goed, het gebeurt altijd. Als ik eenmaal ga beginnen met werken, stop ik niet. Dit is een soort van omelet, frittata-achtig ding wat ik heb gemaakt met eieren en allemaal groenten wat ik over had, wat ik op moest maken. Allemaal groenten uit de Too Good To Go box. Gebakken eerst. Toen in een ovenschaal gedaan en eieren samen met wat amandelmelk en zo geklutst. Dat er overheen gedaan en wat kaas erbovenop gedaan. Dus hier zie je wat kaas en zo. En in 4 porties verdeeld. En dit is 1 portie. Het ziet er echt heel vreemd uit. Maar dat komt doordat er hier allemaal paarse wortel en kool en zo in zat. En dat is helemaal gewoon lekker qua kleur. Maar het is dus een soort van frittata-achtig idee. Dat ga ik eten. Even niet werken. En dan sporten. Ik heb mijn workout gehad en nu neem ik mijn drankje. Dus kurkuma en peper. En er zit verder in gejuiced gember, wortel, selderij, sinaasappel, een beetje appelazijn en kombucha. Echt een powerdrankje, zullen we maar zeggen. Oeh, wel een beetje heftig, maar minder heftig dan normaal. Omdat er best wel wat kombucha en sinaasappel en zo erin zit, waardoor de smaak iets milder wordt. En in de ochtend doe ik er vaak cayenne ook nog bij. Cayenne peper. Dat heb ik nu dus niet gedaan, want het is 4:10. Ik ben een beetje laat met mijn sportroutine. Cayenne lijkt me meer iets voor in de ochtend, voor een boost. Dus. Ah, ik ben gedoucht en wel. En ik heb even een soort van mentaal momentje nodig van al het werken en zo. Ik voel dus dat ik nog aan het werk moet of wil. Want er is heel veel wat ik moet doen en kan doen elk moment. Maar ik merk ook dat ik op dit moment ook even behoefte heb aan een soort van oplaadmomentje. En ergens in mijn hoofd denk ik dan, als ik het oplaadmomentje neem, dan ga ik niet meer terug naar het werken. Dus ik kan net zo goed zo lang mogelijk door blijven werken. Maar ik ken mezelf. Ik weet dat ik altijd kan werken en werk. Dus ik ga even een mentaal momentje
inlasten voor mezelf. En ik ga even de restjes van gisteravond opwarmen en eten. Ik heb dus geen idee hoeveel calorieën dit zijn. En dat had ik dus ook niet met wat ik hiervoor at, met die eieren. En nu hou ik natuurlijk mijn calorieën bij, maar ik vind het belangrijk om je deze dingen te laten zien. Net zoals bij de vorige wat ik op een dag eet. Waarin ik een to-go box heb opgehaald en er zit een sandwich in en die is 500 nog wat calorieën. Ja, vind ik een beetje zonde om 500 nog wat calorieën aan een sandwichje te besteden, zeg maar. Zo kijk ik er wel echt naar. Ik wil er gewoon van genieten, dus dan wil ik liever meer volume eten. Maar ja, het is een to-go box, je weet niet wat erin zit. Soms zit zoiets erin. Dus dan neem ik het maar gewoon voor lief en dan neem ik dat en dan hou ik de rest van de dag rekening daarmee. Ik geloof gewoon dat er heel veel verschillende soorten mindsetten bestaan rondom calorieën tellen. En hoeveel mensen het beschrijven, herken ik helemaal niet bij mezelf. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zo wordt. Of voorstellen dat... Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb wel mijn momenten gehad dat ik gewoon... paniekerig werd van calorieën tellen en het heel moeilijk vond om dan uit eten te gaan bijvoorbeeld of zo. Of ergens iets te eten waar ik dan het niet helemaal van wist. Maar er was er ook een soort van stemmetje in mijn hoofd die dacht, ja maar wacht even, hoe ga je dan de rest van je leven door? En toen heb ik eigenlijk geprobeerd het los te laten. Dus ik heb het gevoel dat we allemaal misschien wel op zo'n punt komen als we calorieën tellen van, oh wacht even, ik kan natuurlijk niet altijd het in de hand hebben. En hoe je er dan mee omgaat in je hoofd zegt alles over of het iets is voor jou of niet. En ik ga er heel vaak zo mee om van, nou, dan tel ik het eventjes niet. En wat er dan gebeurt bij sommigen is dat ze denken, ik tel niet, dus ik ga helemaal los, want nu weet ik het niet, registreer ik het niet en ik hoef het ook niet te weten. En dat gebeurt niet bij mij. En dat wil ik je laten zien, want ik wil je laten zien dat het ook anders kan. En het begint denk ik bij, als je je calorieën aan het tracken bent en je wil een stuk taart of iets lekkers of zo, wat er vaak gebeurt is dat mensen dan vanaf dat moment denken, nou weet je, dan track ik de rest van de dag niet meer als ze een stuk taart hebben gegeten. Misschien dat een collega heeft getrakteerd op kantoor of die kiezen er dan voor om op dat moment de rest van de dag niet meer te tellen, omdat ze voor hun gevoel alleen willen tracken als het goed gaat. Dus die taart tracken voelt eigenlijk ja, alsof het er niet bij hoort. Dus dan track je het niet en dan ga je de volgende dag wel weer tracken. Mijn advies is om ook die taart te tracken. Ook die, weet ik veel, koeken, pepernoten, chocolade. Pepernoten zeg ik nu in februari. Om alles gewoon te tracken. Wat het doet, tenminste wat het met mij heeft gedaan, is realiseren dat het allemaal wel meevalt. Het is eerst een shock dat je denkt, 700 calorieën. Ik heb bijvoorbeeld zakken chips getrackt en dat ik dan denk, oh mijn god, 700 calorieën heb ik nu opgemaakt aan een zak chips. Oeh, dat is iets minder dan de helft van wat ik op een dag streef te eten. En dan kom ik af en toe uit op 2100, 2500, soms dagen op 3000. En dan laat het je wennen aan het idee van, oké, 3000 is misschien het dubbele van wat je wilt eten, wat je streeft, of misschien iets minder dan dat. Het is niet het einde van de wereld. En ik heb het gevoel dat soms als we die dingen eten, zakken chips en wat dan ook, dat we denken dat echt het einde van de wereld is. Dat we 6-7 dagen lang sapjeskuur moeten nemen om dat te compenseren. Terwijl het valt best wel mee. En dan heb ik het dus enkel over een bepaalde groep mensen die wil tracken, maar een beetje grip verliest op het moment dat er wat lekkers is. En niet over de mensen die bingen en overeten en eetbuien hebben. Want dat is een heel ander probleem. Dan gaat het niet enkel om calorieën tracken, dan is het mentaal. En wat ik als laatste nog wil zeggen, want ik ken heel veel vertakkingen. Terwijl ik dit aan het zeggen ben, ken ik al de vertakkingen waar groepen mensen zijn. Op welk spectrum, zeg maar, van al die vertakkingen van calorieën tracken. Als laatste wat ik nog wil zeggen is, het heeft heel erg ook met je staat van zijn te maken. Met je gemoedstoestand. Of calorieën tracken bij je past op dat moment of niet. En het is geen must. Je kunt al je doelen die je hebt
bereiken. Maar realiseer je wel dat niet iedereen hetzelfde pad gaat bewandelen. En ik word er heel erg blij van. Ik denk dat dit ongeveer, wat zal het zijn, 400 à 500 is qua calorieën. En hou ik dan een beetje zo in mijn hoofd van, oké, ja, 400 à 500. Dus een kwart avocado, zoete aardappel, gewone aardappel, wortel, vega kip, ui, paprika. Ja, dat is het allemaal lekker uit de oven geroosterd, behalve dan die avocado. En ik weet niet of ik het ga verwarmen. En dit is super, super voedzaam. Dus ik heb er heel veel zin in. Oh, de geur die ook vrijkomt. Oké, ik heb jullie even een beetje meegenomen in hoe ik erover nadenk. Ik hoop dat het helpt. En ik ga eten en even een momentje nemen voor mezelf. Nou, ik moet je zeggen, nu ik het in de pan zie, denk ik dat dit wel wat minder is hoor, qua calorieën. Niet zoveel als ik had gezegd. Het leek alleen zo vol hier in deze schaal, omdat die zo volgepropt was. Maar dit is wel wat minder. Ik denk 350 of zoiets, weet ik veel. Ik heb ineens zo ontzettend veel zin in warme melk. Iets met matcha of warme chocomel. Of gewoon in ieder geval de smaak van warme melk. Ik drink geen koemelk, maar plantaardige melk. En we hebben het niet in huis. Dus ga ik even de deur uit. Ik ga even naar de markt. De markt met de Q. Die is hier in de straat. Dus ga ik even snel plantaardige melk halen. En dan mezelf even lekker verwennen op een kop. Warme chocomel, denk ik. Ik heb er nu al zin in. Ik ben er weer. 1 en 2. Ik heb de Provamel Oat Organic Bio gekocht. Niet per se om een bepaalde specifieke reden. Bij de markt heb je best wel goede plantaardige melksoorten. Ik zal even een vergelijkingsartikel linken in de beschrijving. Alleen daar heb ik volgens mij alleen de varianten van de Albert Heijn gedaan. Omdat die website gewoon zo goed en uitgebreid is dat ik altijd daarheen ga voor vergelijkingsartikelen. En dan mis ik nog wel eens goede bij de markt of de Ecoplaza en zo, die biologisch zijn en best wel goed qua ingrediënten. Maar goed, voor nu dus havermelk. En ik ga even lekker mijn warme chocomel maken. En dan even weer bijkomen. Want dat heb ik net ook weer niet gedaan. Ik ben toch weer aan het werk gegaan. Kom op, Tenny. Heel even rusten. Even rusten. Dit is zo lekker. Oh, wat heerlijk. Precies wat ik wilde. Results aren't showing, and beneath the surface, it's just about ready to break through. And someone will look at the surface results and go, this stuff.